Ik ben op zoek gegaan naar structuren, naar hoe je nou eigenlijk gewoon hoge gebouwen met die 3D-pen zou kunnen maken. Hoge objecten. Nou, dat is, zoals je ziet, gaat het niet altijd goed. Maar dat is juist ook het interessante van hoe ver kan je nou gaan. En hoe hoog kan je komen met bepaalde technieken. Nou, deze modellen heb ik gebruik gemaakt eigenlijk gewoon van vierkanten met driehoeken erin. Hoe kan je nou versterken met driehoeken? Hier heb ik konussen die ik op bepaalde manieren weer versterkt heb met een structuur omheen. Dus zo een aantal structuren onderzocht en dat werkt best wel goed. Ik denk dat je hier heel snel een gevoel krijgt door dit zelf te doen met hoe je iets ook sterk kan maken. En waar je bijvoorbeeld meer materiaal moet gebruiken, waar je minder materiaal moet gebruiken. Dus ik denk dat het al heel educatief van zichzelf is. Als kinderen hiermee bezig gaan en je vraagt ze bijvoorbeeld om een zo hoog mogelijk toren te maken. Nou, dan, als die hoger wordt, dan gaat hij een keer instorten. Dus dan kun je ze ook laten leren van wat je dan kan doen om ze wel stabiel te krijgen en nog weer hoog te kunnen maken. Dus door bijvoorbeeld driehoeken toe te voegen of op zo'n manier bezig te gaan met constructies. En daarnaast educatief in de vorm van je leert van wat je mooi vindt en wat je niet mooi vindt, denk ik.